Yo mensen, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik samen met een persoon de call-out challenge doen. En de persoon is Kian. Ik denk niet dat jullie hem kennen. Heb jij zelf een YouTube kanaal? Nee. Mensen zullen mij misschien wel persoonlijk kennen. Maar, dus wij gaan de call-out challenge doen. De call-out challenge houdt in. Je moet rechtsboven, rechtsonder, linksboven en linksonder. En in het midden moet je allemaal geraakt hebben. En als ik heb geraakt, dan heb ik die hoek gehad. En als je allemaal alle vijf hebt gehaald als eerst, dan heb je gewonnen. Oké, dus we gaan dus zeker ons gebeurt. Ja. Ja. Okay. Jij mag dus eerst gaan kiepen? Kiepen? Ja. Oh. Ja. Dat kan wel een beetje moeilijk zijn. Oké, maar dan zet ik jullie zeg maar zo... Het is een kwestie van eerlijkheid, hè? Ja, weet ik. Dus jij zegt dat in de camera? Ja, ik zeg het in de camera. Dus ik leg jullie dan zo neer dat jullie ook het goal kunnen zien. Kunnen zien, dan moet je dat zeggen in de comments. Oké. Zo kunnen jullie het goed zien. Oké, ik ga in het goal en hij gaat tegen jullie vertellen waar het schieten. Oké, ik ga voor linksonder. Ja! Oké, hij heeft dus geraakt en ik ga voor linksonder. Ja, ik weet nee. Oké. Ik ga voor rechts onder. Ik weet dan ook. Nee! Yes! Je hebt die in. Oké, ik weet niet of jullie mijn goal hebben gezien, maar dat denk ik wel. Maar ik ga nu linksboven, dus zeg maar daar, hier. Oké, let's go. Eigenlijk aan de andere kant. Ik weet al wat jij gaat doen. Nee! Ja, echt goed voor. Nou, vertel maar aan de kijkers waar jij gaat schieten. Ja. Ik ga voor. Ik ga gewoon nog een keer rechtsonder. Ja, oké. Ja, klaar. Oké, kijkers, jullie moeten vertellen in de comments wie er het eerlijkst heeft gespeeld natuurlijk. En wie gaat er winnen? Zet hem de video pauze en vertel wie er gaat winnen. Maar ik ga... Oké, ik ga voor rechtsboven. Ik ben rotsdoek, maar dat heb ik nog vast gehad.
Oh, en zeg even in de comments wie je denkt je gaat winnen. En je mag niet doorspoelen. Dus wees eerlijk en zeg maar leuk zijn. Ja, okay. Ja, ready? Jongens, hij gaat linksboven. Oké, ga maar. Oké, kijkers. Ik ga jullie vertellen waar ik ga schieten. En de plek waar ik ga schieten is in het midden. Ja? Ja? Nee! Ik wou in het midden. Nee, ja. Ik heb gemist. Nee. Kien gaat gewoon. Wacht. Wat? Waar je de ruim op eten? Nee, ben je gek. Hij had een snoepje gevonden. Letterlijk die daar lag. Oké, Kien gaat jullie nu vertellen waar hij gaat schieten. Schieten. Ga jij maar in je goal. Ja, wacht. Dus camera. Auw. Auw. Stop. Zo. Ja, ga. Ik moet de camera goed leggen. Goed zetten. Oh, en trouwens, als de camera bij de tweede schot van de eerste schot van Dorian omviel, moet je het even zeggen. Volgens mij was hij ongevallen. Of bij één schot was hij ongevallen, maar ik ben niet zeker. Maar, die zat erin. Die van jou? Ja. Die is over. Nee, maar toen die zeg maar omviel. Oh ja, die zat erin. En je weet dat het midden ook gewoon echt gelukt is, want het is gewoon ook midden boven en midden onder gewoon hetzelfde. Dat stelt allebei als midden. Oké, ik ga even kijken welke hoek ik zag. Hoek? Ja, maar ik heb maar één. Vertel het aan de kijkers. Ja, wacht. Ja, ik heb er één. Ik ga linksboven. Ja. Kien gaat nog even extra voetballen. Maar ondertussen ga ik jullie vertellen waar ik ga schieten. Schieten. Nee, schieten. Ik ga linksboven. Toch? Zeg, schrijf maar ja in de comments. Dat was linksonder. Ja, linksonder had je al, hè? Ja, ik ben linksonder. Oké, je was mis. Oh, en trouwens, we gaan voor hoeveel likes gaan we? 100 likes gaan we, ja? Ja, dus doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer zeker. En druk even op het belletje. Oh ja, en ik ga... linksboven. Nee, ik ga midden. Dan heb ik die hoek, heb ik nog. Oké, ik ga midden. En je weet dat 3-2 voor mij staat, hè? Alleen nog daar en hier in het midden. Nee! Yes! Jukie schiet. Nee! Oké, ik moet even de bal halen. Ik zie jullie zo. Oké, je gaat hem halen. Ik vertel zo waar ik ga schieten. Nou, ik ga jullie vertellen waar ik ga schieten. Kien, mag ik de bal? Ja. Hier. Oh, nee, de camera. Ja, dit gaat er niet uit. Pech, de camera ooit, hè? Dat weet ik. Ik zag het wel. Hey. Ik zag het. Nou ja, ik ga jullie vertellen waar ik ga schieten. Nee, en Kien, jij gaat in het goal staan.
Ga nou een rotcamera. Ik haal de bal. Kian haalt hem al. Oké, Kian gaat naar het goal en ik ga vertellen waar ik ga schieten. Namelijk in het midden alweer. Let's go. Ik ben klaar. Kian gaat nu even vertellen waar hij gaat schieten en ik ga in het goal staan. Maar dat was toch ook een beetje midden? Nee, dat was geen midden. Oké, kijk eens, wat vonden jullie? Dat midden of was het rechtsboven? Het was rechtsboven. Ja, hier, ik ben. Leg hem op de panel. Oké. Ja, tegel? Wil jij gaan vertellen? Ja. En ondertussen staat het 3-3 staat het. Er staat ondertussen 3. Ik ga. Ja. Is dat midden of niet? Hè? Is dat midden? Nee, die van jou is niet midden. Tenminste, moet je kijkers zeggen. Ik weet het niet. Oké, okay, ja, ik ga. Kijkers bepalen. Krachtig gaan lopen. Is dat echt boven? Nee. Dat moet je ook voor. We hebben al een best wel lange video. Kian maakt panna en ik vertel jullie waar ik ga schieten, namelijk linksboven. Oké. Okay. Hey, laat me één keer op die camera zitten, ja? Nee. Hier, kom. Ik ga schieten. Nee, veel te laag. Nou, wat bedoel je? Nee. Ja, want die telde niet volgens jou, maar volgens mij wel. We doen gewoon 1 keer 5, hè? Ja? Niet 2 keer, hè? Nee, weet ik. 1 keer een hoek, hè? Nee. Oké, is het 3-3? Ik ga. Ik ga gewoon weer voor rechtsboven. Nee. Ja, wel, ik ga voor rechtsboven. Ik vind dat jij hebt gewonnen. Ja, maar ik moet nog 1, hè? Ik moet eigenlijk 2. Oh, nee, shit! Wat heeft hij gedaan? Oh, shit! Kijkers! Kian heeft jullie dichtgeschoten. Kian heeft jullie omgeschoten. Kian heeft op jullie geschoten, kijkers. Wat vinden jullie nou hier nou van? Ik vind het niet kunnen. Ik pak even de bal en ik zie jullie. Zo. Oké, kijkers. Ik ga voor rechtsboven. Oké. Ja, bijna. Je komt ook weer, hè. Kijk. Jij moet nog. Ik vind eigenlijk dat jij hebt gewonnen. Ja, jij hebt alleen nog midden, toch? Nee, je hebt ook nog.
Nee, oké. Ik weet wel. Ja. Het wordt spannend, hè? Welke moet? Oké, het is wel duidelijk. Ik ga midden. Maar ik ga misschien een beetje linksom. Ik denk dat ik linksom mijn mond op. Oké, ga maar. Ik ga. Oké, Kian die pakt even de bal. Hij heeft hem en hij schiet hem bijna weer op jullie. Ik pak even de bal, ik zie jullie zo. Wat mij betreft heb je wel gewonnen. Ja, maar ik vind dat je hebt gewonnen. Nee. Jawel. Dat maakt ook, hè? Nee. Ja, maar straks win ik. En daar heb ik geen zin in. Want ik wil niet kontje knal bij jou doen. Wel, doe gewoon. Ik wil kontje knal krijgen. Nou, en boeien. Die krijg je toch wel. Oké. Okay. Verliezen, nou, hoor. Ik hou van verliezen. Ja, best. Kian gaat vertellen en ik ga in de kruis staan. Ik ga. Yeah, boy! Ja, ik heb gewonnen. Ja. Je hebt nog een kantje knallen. Nee, ik pak even de camera. Nee, daar gaan we staan, daar staan. Nee, we gaan daar. Nee, hier, hier. Nee, daar. Hier. Daar. Oké, nou jongens. Ik heb verloren. Wat al eigenlijk al best wel te verwachten viel. Die was echt leuk. Jullie zagen het niet, maar Kian schoot precies tussen de bankjes. En dat is mijn fiets. Ja, maar hij ging ook nog tegen. Ja, het was nog grappiger. Oké, okay. Ik denk. Ja, ik ga jullie zo neerzetten en dan zet ik jullie hier neer. Dan kunnen jullie mij zien staan. Dan kunnen jullie Kian zien schieten. Ja, 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 ja. Zo. Ga staan, ga staan, ga staan. Hier staan, dames en heren. En hij mag 3 keer proberen. Oh, ik vind de camera ietsje draaien. Voor jou? Ja. Ja, zo is het goed. Ik ga een beetje meer zo staan. Ja, 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 ja. Nu staat het perfect. En als ik kraak schiet, is van 5 meter hier. Dan mag je 3 meter. En als ik kraak, nog kraakt, mag van 1 meter. En als ik dan raak schiet, mag ik hem anders schieten. Maar ik ga gewoon gericht schieten. Als ik dit mis, dan eigenlijk niet goed doen. Nee, je krijgt 3 kansen, zei ik. Oh, 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 best. 3 kansen om de 5. Oh, nog 1 kans. Hè? 1 kans. Hij heeft nog 1 kans. 1 kans. En beter mist hij. Ik ben benieuwd, dames en heren. Ja, hang van je kont, of hè? Als je rug. Oh, ik ben zo blij, dames en heren. Ik ben zo scherp, maar nu gaan we lasje trap doen. Nee, niet voor deze video. Volgende video gaan we lasje trap doen. Wij gaan deze video afsluiten zoals jullie waarschijnlijk al kunnen verwachten. En wij gaan een nieuwe video maken nu. En dat is lasje trap, want we zijn nu toch buiten. Ja, dus we hebben er zin in. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash op het duimpje omhoog. En abonneer zeker. Dus ja, even op de linkje ronden en het belletje. Hé, hey, wat was de like goal voor vandaag? Hè? Eh? Wat was de like goal? Wat? Hoeveel likes? Oh, 100. 100 likes. Nou, dat gaan we nooit halen. Maar ja, we gaan gewoon proberen. Als het lukt. Slijk sowieso de video. Als we de 100 likes hebben. Dan gaan we nog een video online zetten. Dan mogen jullie een challenge bepalen, ja? Ja. Als we 100 likes hebben. Ja, dan en ga ik... Je mag ook al, als we geen 100 likes hebben, mag je wat verzinnen. Je mag sowieso iets verzinnen. En dan zet je het onder deze... Nee, minimaal 25
likes. En het zou nice zijn als we die 100 kunnen aantikken. Kijk, als we 25 likes hebben, dan mogen jullie een challenge verzinnen. En die gaan wij dan doen, zoals bijvoorbeeld een hut bouwen, waarschijnlijk niet. Of weet ik veel, struikspringen of zo. Ja. Dat lijkt een hele leuke. Maar wij sluiten de video af en dan zie ik jullie bij de volgende video. Dus later.